Wie denkt hier een Britse of misschien zelfs wel Italiaanse creatie aan het werk te zien, heeft het mis. Dit is Hollands glorie, ten voeten uit. Bedacht en gebouwd door Maarten de Bruin, die ooit aan de basis stond van de Silvestris, de stamvader van de eerste moderne spijkers. Nou, dat spijkersprookje is dus uit. Maar omdat Maarten de Bruin het ontwerpen en bouwen van een eigen auto niet uit zijn hoofd kon zetten, dook hij opnieuw de werkplaats in. Met dit als resultaat een volledig handgebouwde, bloedsnelle en fraaie sportauto. Het model, waarvan nu de productie beetje bij beetje wordt opgestart, heeft op het eerste gezicht nog wel wat weg van de Silvestris en de latere spijkers, maar is volledig gere-engineerd. Let vooral ook even op de details. Tot op het kleinste schroefje, het kleinste hendeltje en knopje is er heel goed nagedacht over de materiaalkeuze en de vorm. Zo bezien is de Bruin bijna een kunstwerk, want hoe langer je ernaar kijkt, hoe meer je ontdekt. Hollands glorie, ten voeten uit.